alsjeblieft. Als ik jou niet had, dan had je mij, toch? Die moeder, die spoort volgens mij niet. Die loopt te roepen dat ze het wel aan zag komen en dat ze haar wel weer de schuld zullen geven. Zo. Moeder ook checken? Doe maar. U had zoiets wel verwacht, zei u. Waarom? Omdat hij mij tot de rotzooi opzocht. Wat ik niet met haar heb meegemaakt, als ik u vertel. Niet elk probleemkind komt zo aan zijn eind, mevrouw de Groot. Maar met haar moest het wel mislopen. Liegen, meneer. Liegen. Maar naar mij werd nooit geluisterd. Ze geloofde haar altijd. Uw dochter is dood, mevrouw. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ik heb alles geprobeerd, alles gedaan. Wanneer heeft u haar voor het laatst gezien? Nog zoiets. Je geeft ze het leven, je brengt ze groot, je doet je best. Wat krijg je ervoor terug? Wanneer heeft u haar voor het laatst gezien? Een week of 3 geleden. Heeft ze toen nog ergens over gehad? Mensen met wie ze moeilijkheden had? Nee. Dus ze kwam alleen voor geld. Had ze geldproblemen? Geldproblemen? Meneer, dat kind vrat geld. En dan was ik weer goed genoeg natuurlijk. Maar ik ben ermee gestopt. Als kind al zelfs uit mijn portemonnee. Hmm. En uit winkels zie ik hier. Een hele lijst. De laatste keer dat ze er was. Heeft ze een ketting van me gestolen. Erfstuk van mijn moeder. Niks was heilig voor haar. En van wie had ze dat geleerd? Volgens dit dossier zetten mijn vader beide dochters aan tot diefstal. Ik zeg toch dat ze alles bij elkaar fantaseerde. En dat tuig van de kinderbescherming, dat geloofde er. Tuurlijk. Als ouder kom je nooit aan het woord. Jouw soort kan elke middag terecht bij Catharine Keil. Jouw soort? Dat hoef ik niet te pikken. Ik lees dat u in 87 moest voorkomen wegens kindermishandeling. Dat is nooit bewezen. U bent wel veroordeeld. Dat telt. Wat is er daarna met Jacqueline en de zusje Bianca gebeurd? Pleeggezin. Maar die mensen konden er ook niet aan. Waar was jij vanochtend tussen 10 en 12 uur? Ik. Denk je echt dat ik de eigen moeder? De vorige keer scheelde het anders ook niet veel. Waar was je vanochtend? Ik was thuis en mijn vriend kan dat getuigen. Hey Jochems, hangt die er al lang? Nee, die is vers. Het alibi van Jim Kuiper klopt. Hij is daarna naar de bank geweest en toen naar zijn baas. Dat is trouwens dikke François, die gezocht wordt door de FIOD. Ik heb wat. Uit het buurtonderzoek blijkt dat nogal wat hoeren de laatste tijd worden lastiggevallen door een friek. Kom nou, Vera, die meiden zitten daar om lastiggevallen te worden. Deze grapjas heeft al 3 hoeren met de dood bedreigd. Verbaal dan. Ook in de buurt van de piepshow. Keizer, laat even een signalement maken. Dan haal iemand van zeden bij. Vind je dat echt nodig? Ik wil de mogelijkheid van een dolgedijde mafketel zo snel mogelijk uitsluiten. Hoe staat het met de collega, Natasja? Is nog niet boven water. Al wat bekend over die schoenen? Nee. Kom op, laten we iets gaan doen. Ik word te oud voor dit gehol. Ja, ja. Ruim het even op, wil je? Het kan dus van alles zijn. Je moeder met de losse handjes. Natasja, die nog geld vergoed heeft. De jongen met de kassa. Heb je die nog nagekeken? Geen antecedenten. Nou, we moeten maar eens zien of die pleegouders ons verder kunnen helpen. De kok. Ik wou net de straat op gaan. Jawel, maar ik moet je eerst even spreken. Kom maar zo. Hoe gaat het met die moord in de piepshow? We zijn er maar net begonnen. Ja, tuurlijk. Doe maar rustig aan. Ja, die dingen hebben toch altijd tijd nodig. Ga zitten. Oh ja, ik zou willen dat je hier even naar keek.
De moord op strafadvocaat Morozovic. Ja, ik ken die zaak. Dat is toch buiten ons district? Jawel, maar de collega's in Amstelveen zitten vast. Ja, ik kwam mijn collega Zuidhout tegen gisteren en die vroeg mij of wij er even naar willen kijken. Waarom wij? Omdat commissaris Zuidhout alle vertrouwen heeft in jouw capaciteit. Nee, grapje. Nee, omdat veel cliënten van Morozovic in ons district wonen. Ik zal dan kijken als ik er tijd voor heb. Ik heb Zuidhout wel beloofd dat wij morgen iets van ons laten horen. Ik zit midden in een moordzaak. Ik vraag je toch niet om die zaak voor morgen op te lossen. Ik vraag je alleen maar om er even doorheen te lopen. Hm? Alleen als het andere onderzoek het toelaat. Zo. Zuidhout? Ja, Zuidhout, wat is er mee? Is die niet in de race om de hoofdcommissaris op te volgen? Eruit de kok. Ze is vermoord, ja. Spijt me. Ik zal u toch nog een paar vragen moeten stellen. Hoe functioneerde Jacqueline in het gezin? Toen onze biologische moeder de gevangenis inging, kwamen wij hier terecht. Jacqueline was 11, ik was 7. En vanaf het begin heeft ze lopen zieken. Zieken? Alles wat er dichtbij kwam, wees ze af. Maakte ze kapot. Bianca? Ze is dood, pap. Jacqueline is dood. Dood? Wat zeg je? Dood? Ik zat gewoon op mijn kantoor. Terwijl zij in die gore piepshow. Verschrikkelijk. We zullen er alles aan doen om de daden te pakken. Uw dochter heeft ons al iets verteld over de gezinssituatie. Wanneer ging Jacqueline het huis uit? Vanaf haar 15e ging het echt mis. Ze liep steeds vaker weg. En toen kwamen de drugs. Hoe reageerde u daarop? Papa en mama hebben altijd haar kamer aangehouden. Ze kon hier altijd terecht. Terwijl ze het daar vreselijk moeilijk mee hadden. Hè, pap? Ze was altijd bang voor genegenheid. Waar is ze nu? We zijn nog met een sectie bezig. Meneer Van Hulst, wanneer was Jacqueline voor het laatst thuis? Een paar weken geleden. Had ze weer geld nodig. Viel u nog iets op? Ze was zo ver heen. Ze gaf niets meer om ons. Nou, Bianca. Ja, zo is het toch? Wat is het nog over mensen? Ruzies? Nee. Ja, ze vertelde dat er de laatste tijd een of andere rare kerel achteraan zat. Een naam? Heeft ze niet genoemd. Ze was te mooi. Toen ze nog op het dorp woonde, liepen jongens ook achter haar aan. Maar ze zag ze niet staan, hè? Nee. Uitdagen. Dat vond ze leuk. Uitdagen en uitwonen. En dat vertelde ze ook gewoon. Er was een jongen tot over zijn oren verliefd op haar. De jaar lang als een zieke kip achter haar aangelopen. En ze lachte hem gewoon uit. Maar die rare kerel waar ze het de laatste keer over had... Heeft ze die nog beschreven? Nee. Hebt u al een idee? Ik bedoel, verdenkt u al iemand? We zoeken een man die de laatste tijd prostituees op de wallen bedreigt. Moet u niet aan denken. Zo'n gek. Morgenochtend kunt u op het bureau de spullen van Jacqueline terughalen. Dat is de feedback die we zoeken. Kees Venema. 1,5 jaar voor 3 pogingen tot aanranding. Allemaal hier in de buurt. En vorige maand vrijgekomen. Zede heeft hem na de eerste klacht alles opgepakt, maar dat leverde niks op. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen vanavond de wal in de gaten houden. Ik kan zo meteen de kamer van het slachtoffer bekijken. Ja, dat gaat voor. En wat gaan de heren doen? Ik heb een afspraak. Nee, Dick. Jij gaat de papierwinkel van vandaag afhandelen. En ik ga nog even werken aan de carrière van Buitendoop. Oh ja. Ik kijk meteen uit naar Natasja. Weet je al iets meer van die schoenen? Morgenochtend.
Oh, en die kassajongen die is inderdaad 3 maanden aan het oefenen voor brons met een ster bij Dansinstituut Van Beek. Mooi. Mooi.